We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de avond en vroege ochtenduren kunnen er ook buien optreden in het zuiden en westen van het land, waarbij vooral in delen van Nikeri zware buien worden verwacht. Tegen het einde van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen zullen er vanaf de middag tot in de vooravond in delen van het kustgebied en het binnenland lichte tot matige buien optreden. Deze gaan gepaard met onweer en windstoten. Ten westen van het land zijn deze buien iets zwaarder. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur morgen kan oplopen tot maar liefst 40 graden. Het advies is om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Ook meldt de dienst dat er kans is op zware onweersbuien en windstoten in delen van het kustgebied als in het binnenland.